Het derde type van goniometrische vergelijking is ontbinden in factoren. Daarbij heb je vaak meer dan twee goniometrische getallen. Dus de eerste techniek werkt niet en de tweede techniek ook niet. Dus moeten we een andere oplossing vinden. We hebben hier een som van drie termen in het linkerlid en dat moet gelijk aan 0 zijn. Nu goed, dit valt niet op te lossen. Waarom? Ja, een som van drie termen kan op oneindig veel manieren gelijk zijn aan 0. Ofwel is deze gelijk aan 2 en deze gelijk aan min 1 en deze ook gelijk aan min 1. Ofwel is deze 3 en deze min 4 en deze plus 1. Er is geen beginnen aan. Een som van drie termen, ja, dat kan op heel veel manieren verschillend zijn van 0. Het wordt anders als je het linkerlid kan schrijven als een product van factoren dat gelijk moet zijn aan 0. Dan kan je daar wel weg mee. Dat ga ik straks uitleggen. Maar eerst moeten we ervoor zorgen dat we kunnen ontbinden in factoren. En om te kunnen ontbinden in factoren moet je een gemeenschappelijke factor in termen creëren. Maar dat hebben we hier niet. Want dit is hier een verschillende hoek. Dus dat is niet dezelfde factor. Kunnen we niet afzonderen, kunnen we niet vooruitzetten. En hier is het sinus en hier is het cosinus. Dus dat is ook verschillend. De observatie die je hier kan maken, is dat we hier een formule van Simpson kunnen gebruiken. Formule van Simpson is altijd voor een som of een verschil ofwel van twee sinussen of een som of een verschil van twee cosinussen. Dus hier kunnen we geen Simpson op gebruiken, want dat sinus en cosinus door elkaar. Maar hier is het de som van twee sinussen met twee verschillende hoeken. Wat zegt de formule van Simpson dan altijd? Wel, er komt altijd een 2 tevoorschijn. Het werkt altijd met de som van de twee hoeken gedeeld door 2 en met het verschil van de twee hoeken gedeeld door 2. Deze laatste term, die gebruiken we niet voor Simpson, die blijft gewoon staan. En dan moet je je formules wel kennen. Bij de som van twee sinussen is het eerst de sinus en dan de cosinus. En nu moeten we een beetje geluk hebben eigenlijk. We moeten hopen dat die hoeken die hier ontstaan door de formule van Simpson, dat we daar iets mee zijn. Wel, we gaan die een keer uitrekenen. 3x plus x is 4x gedeeld door 2, dat is 2x. En hier. 3x min x is 2x gedeeld door 2 is cosinus x. En dat was nu natuurlijk de bedoeling. Want er gebeuren twee dingen eigenlijk. We hadden hier drie termen. Door de formule van Simpson te gebruiken worden er twee termen samengenomen. Dan hebben we maar twee termen meer. Er staat maar één plusje meer. En wat gebeurt er? Die twee termen hebben een gemeenschappelijke factor. Wel, als we in elke term in het linkerlid een gemeenschappelijke factor ontdekken, dan kunnen we die factor afzonderen. Wat gebeurt er als we afzonderen? Dan zonderen we die factor af, zetten we daar een maalteken bij en tussen haakjes moeten we noteren wat er van elke term overblijft nadat deze factor eruit is. Wel, hier, als we hier de cosinus x eruit halen, dan blijft dit over. 2 maal sinus 2x. Als we hier de cosinus x eruit halen, dan blijft er niets over. Moeten we dan plus 0 schrijven? Nee, want er blijft niets over. Nee, je moet plus 1 schrijven. De bedoeling is altijd, als je deze haakjes terug distributief vermenigvuldigt, dat je weer dit uitkomt. Dus voor de tweede term, cosinus x maal 1, dat wordt terug cosinus x. Maar, nu hebben we nog altijd een product van twee factoren dat gelijk moet zijn aan 0. Maar een product dat gelijk moet zijn aan 0, dat kunnen we wel makkelijk oplossen. 0, een uitkomst van 0 krijg je enkel als een van de factoren in je vermenigvuldiging gelijk is aan 0. Dus als de uitkomst van het product van deze twee factoren gelijk moet zijn aan 0, dan moet ofwel de eerste factor gelijk zijn aan 0, ofwel de tweede factor gelijk zijn aan 0. En dit zijn nu twee vergelijkingen van het eerste type. Er staat hier nu maar één keer sinus niet meer in, één keer cosinus niet meer in. En dat gaan we gaan oplossen door een schets te maken en dan de juiste hoeken af te leiden. Hier, die plus 1 kan nog naar rechts wordt min 1, die 2 wordt weggedeeld. Dus hier vind je dit. En dit zijn twee vergelijkingen die je zonder rekenmachine kan oplossen. Dus dit is de techniek van het ontbinden in factoren.